Drie schietpartijen in één week tijd in de Vogelbuurt in Os. Afgelopen nacht was het weer raak. Wat is daar aan de hand? Daarvoor gaan we even terug in de tijd. Het is donderdag 14 april van dit jaar. Op klaarlichte dag wordt de 23-jarige Mohammed doodgeschoten op het Leeuwerikhof. Vlak voor zijn dood zou hij achterna gezeten zijn door een witte Mercedes. En hier op deze plek, 20 meter van zijn huis, kwam hij om het leven. Zijn vader zou op dat moment achter op de scooter hebben gezeten. De dader slaat op de vlucht in die witte Mercedes. Mensen uit de buurt zijn geschrokken. Ik woon hier nog niet zo lang, ik woon hier pas een half jaar. Ik voel me niet zo veilig, dus vooral naar de hand niet. Dus ik weet ook niet of ik hier wel wil blijven wonen nu. Buurtbewoners vertellen dat er veel wordt gedeeld in de wijk en dat er 's avonds allerlei bendes rondlopen. Maar ook dat kan de politie niet bevestigen. Wij horen ook van alles, we lezen ook van alles. Nou, alles wat er geroepen en gezegd wordt, hoeft natuurlijk niet waar te zijn. Maar die geluiden nemen we natuurlijk wel serieus en nemen we ook mee in ons onderzoek. 5 dagen na de moord spoort de politie de witte Mercedes op in Enschede. 'S Middags worden 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 23 en 26 uit Os die zichzelf bij het bureau hebben gemeld. Maar volgens justitie zit de schutter er waarschijnlijk niet bij. Het blijft dan even rustig in de Vogelbuurt. Tot vrijdag 15 juli. Een huis wordt beschoten. In een ruit zijn meerdere kogelinslagen te zien, maar er vallen geen gewonden. De bewoner van het huis blijkt een week eerder overleden te zijn. Buren vermoeden dat het verkeerde huis is beschoten. In de nacht die volgt wordt een huis aan de veekralen doelwit. De bewoonster is thuis, maar raakt niet gewond. Woensdagochtend gaat het dan weer mis, aan de Merelstraat. In dit beschoten huis zou de bekende wonen van de doodgeschoten Mohammed. De politie kan dat nog niet bevestigen, maar belooft later met meer informatie te komen.